Hallo en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. In de vorige video hebben jullie mij laten weten dat ik een 1977 Mini Cooper moet gaan tekenen. Dus ik zoek alvast de blueprint op zodat ik het makkelijk heb in Inventor. Laten we beginnen. Maar voor we verder gaan, het blijkt dat meer dan 75% die deze video kijken nog niet geabonneerd is. Dus zorg er even voor dat je abonneert met de bel aan en dan gaan we nu verder naar de video. Zoals altijd begin ik met het zijaanzicht te overtrekken met splines, zodat ik het kan extruderen en dat ik dus al het eerste deel heb van de Mini Cooper. Dat zie je dus linksboven. Rechtsboven kun je zien dat ik de wielen maak en linksonder en rechtsonder kun je zien dat ik de auto gestroomlijnder maak. Dit doe ik linksonder voor het voor- en achteraanzicht en rechtsonder voor het bovenaanzicht. En op die manier wordt de auto gestroomlijnder. Dan kun je linksboven zien dat ik de ramen maak en rechtsboven zie je hoe ik de motorkap maak. Ik heb dit gedaan met de split-functie. Dus op die manier kan ik de vorm in verschillende delen splitsen. Ook zie je dat ik rechtsboven de grill aan het tekenen ben. En linksonder kun je zien dat ik de voor- en achteruit aan het tekenen ben. En rechtsonder zie je dan nog dat ik de auto helemaal aan het inkleuren ben. En dan is dit het eindresultaat van de Mini Cooper. Rechtsboven kun je dan ook nog het 3D-printen eindresultaat zien en dan kun je natuurlijk gratis downloaden op MyMiniFactory. Enorm bedankt voor het kijken en tot de volgende video.